Pasen ingeluid met nachtwaken. VSB heeft bedenkingen bij minimumloonstelsel. En slagers op Sint Lucia mogen weer vlees verkopen. In de verschillende gemeentes en kerken is vandaag op traditionele manier de opstanding van Jezus Christus herdacht, dat ook wel Pasen wordt genoemd. De paasviering begon gisteravond in de kathedraal met de nachtwaken. Dit ging gepaard met gebed en gezang. De herdenkingsdienst begon om 10:00 in de avond en duurde langer dan 2 uren. Terwijl de paasdiensten in de grote stad en de Wanica-kerk vandaag voor zonsopgang aanvingen. Wie is opgestaan? De Heere Jezus is opgestaan. Laat ons loven en juichen, want Hij leeft. Nu is de Heer opgestaan, werd uit volle borst gezongen. De gelovigen van de grote stadskerk brachten een bezoek aan de kleine begraafplaats op het achtererf van de kerk, terwijl de kerkgangers van de Wanica-kerk aan een paasloop meededen. Dit gebeurde onder begeleiding van een bazuinkoor. Bij de herdenkingen was er ieder in wit gekleed. Ongeveer een goed 18 jaar geleden dat wij dit verzorgen. En we doen het met zoveel plezier. Het is gewoon een opwinding van de familie. Het is vanaf vergaand jaar, februari, dan zijn we al bezig. De familie in Nederland, de broers, de kinderen, allemaal opgewonden om spullen te sturen die wij hier niet hebben. Voor het paasontbijt. Ze leven helemaal mee. Nou, als paasboodschap wil ik zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. En als men het in vrede met elkaar kan omgaan en liefde tegen elkaar, lief tegen elkaar kan zijn. Nou, is een dag voor mij dat de Heer is vandaag is opgestaan voor ons. Laat maar zeggen, niet voor mij alleen. Voor ieder die het christen geloof getuigt. En is wel ook opgestaan ten derde dag van de graf. Tot weer opgestaan voor ons medemens. Bij de kerk, bij de opstanding, hè? Dat is het. Wat is de bedoeling ervan? Opstanding, we herdenken de opstanding van jaren geleden van de Heer Jezus Christus. U heeft gelopen? Ja, waarom? Oké, we hebben gezongen. We hebben een gezongen voor de Heer, omdat hij vandaag is opgestaan. Wat ook erbij hoorde bij deze diensten, was het gezamenlijk eten van een broodje of het drinken van een kopje thee. Volgens dominee Yvonne Sarks van de Wanica-kerk is de opstanding een bewijs dat de dood niet het laatste woord heeft. De Heer is waarlijk opgestaan en daarom zijn we vanmorgen zo blij. We dienen geen dode Heer, maar een levende Heer. We willen in de omgeving de mensen vertellen dat ze een leven, dat we een levende Heer dienen. Dat is het. En het evangelie probeert het met liederen door te geven aan de mensen die het niet weten. Want normaliter moeten ze aan de kerk komen en nu gaan wij naar hen toe. Gebeurt dat elk jaar? Elk jaar, in verschillende kerken. Dat is de bedoeling van die maand? Ja. Doorgeven. Jezus is opgestaan. Morgen is tweede paasdag en op deze dag komen familieleden bijeen om op een feestelijke manier deze periode af te sluiten. De vereniging Surinaams Bedrijfsleven vraagt zich af of het een juiste keus van de regering is om nu een minimumloonstelsel door te voeren. Er zijn ruim 10 jaar gesprekken gevoerd over een sociaal zekerheidsstelsel, waaronder het bij wet vaststellen van een minimumloon. Volgens de VSB is niet voldoende naar de gevolgen gekeken bij eventuele invoering van het minimumloonstelsel. Kijk, als men koet-to-koet een minimumloonstelsel wil hebben, dan moet men nagaan van in welke categorie, over welke categorie arbeiders praat je. Als men praat over een lage categorie arbeid, en dat zijn de mensen die zonder ervaring pas beginnen met werken, en die arbeid verrichten zonder al te grote geestelijke of lichamelijke inspanning, dan kan ik me voorstellen dat het voor dat je dus met een minimumloonstelsel kan komen, waarbij je uitsluitend voor die groepen werknemers, pas startende, weinig ervaring, weinig lichamelijke arbeid, weinig geestelijke inspanning, dat voor die mensen je een voorziening wil treffen dat zij dus een gegarandeerd loon hebben.
Maar je moet daarmee zeer voorzichtig zijn. Want wat doe je met die vrije markt? Als een werkgever geen mensen kan vinden tegen een minimumloon, zal hij hoger gaan betalen. Wat voor zin heeft het dan om een minimumloonstelsel te hebben? Als je je minimumloon zo hoog stelt, dat geen enkele werkgever daartoe, geen enkele werkgever in staat is om een personeel tegen dat loon te betalen, dan zullen de mensen zonder werk zitten. Dan gaan bedrijven sluiten. Dus je moet daar heel, het is een complexe materie. Ik vind dat dit vraagstuk veel meer diepgang vereist, veel diepgaande discussies vereist dan oppervlakkig praten over een sociale voorziening. Welzijn zegt dat de VSB positief is over een minimumloon van 3 SRD per uur, maar dan slechts voor een bepaald deel van de werkende klasse. De VSB-voorzitter is het er wel mee eens dat de informele sector zoveel mogelijk formeel moet worden gemaakt, aangezien dat een goede basis is op weg naar een sociaal zekerheidsstelsel. Maar het minimumloonstelsel vergt wel degelijk goed overleg. Laat het goed duidelijk zijn dat er geen meningsverschil bestaat tussen de VSB en overige bedrijfslevenorganisaties over naar buiten toe, tenminste, als het gaat om een minimumloonstelsel. Want de zaken kunnen we altijd goed overleg met elkaar. We participeren weliswaar niet in het tripartiet overleg, om principiële redenen. En daar staan wij als VSB nog steeds achter. Maar dat geeft ons, dat is nog niet geen punt om niet in ander verband met elkaar als bedrijfsleven of organisaties te overleggen. Welzijn verwees naar het nationale belang van dit vraagstuk. De VSB-voorman ziet graag dat het bedrijfsleven een gezamenlijk standpunt inneemt en dat met name de vakbond wordt meegenomen in het voorstel. De meeste groepen die deelnemen aan de avondvierdaagse doen deze keer wederom mee om de internationale bekendheid van dit typisch Surinaams evenement. De investering en de inzet van verschillende organisaties vormen het gezicht van Suriname dat zal dienen als visitekaart. En daarom wordt er alles aan gedaan om het beste van de 49ste AVD te maken. Dit weekend hebben de meeste groepen hun voorbereidingsperiode afgerond. Op verschillende locaties kwamen deelnemers met muziek, dans en huisregels bijeen om zo hoog mogelijk te scoren. We zijn een organisatie die zich bezighoudt met verschillende dingen binnen Afro-Surinaamse cultuur. De wandelmarsgroep is een aantal jaren terug ontstaan. Verschillende mensen hebben het gedaan. Onze groep doet het ongeveer, is van mij het zesde jaar dat wij het doen. En al die jaren hebben we redelijk tot goed succes geboekt en dit jaar gaan we natuurlijk weer daarvoor. Nax heeft een eigen hotspot en andere groepen maken gebruik van deze locatie. Fresh Crew onder andere, zij deden hun oefening in een inhaamte Tamega. Namelijk zo dat de kinderen als het ware mee wilden doen aan de AVD. Maar je weet hoe die dingen tegenwoordig gaan toegaan. Dat die ouders bang zijn om hun kinderen naar een verre afstand te sturen. Dus daar hebben we besloten onderling buren een groep te openen. Reeds bij de voorbereiding trekken de AVD-groepen al toeschouwers. Dit evenement is door de jaren heen uitgegroeid tot een nationaal begrip. Volgens Percy Oliveira is de AVD een samenstelling van verschillende factoren dat leidt tot het hoofddoel. Het doel van die avondvierdaagse is om een bijdrage te leveren ter terugdringing van de non-communicable diseases. Dus de niet overdraagbare chronische ziektes. Daarvoor is dat ding er. En bijvoorbeeld als kanker, diabetes mellitus, obesitas, overgewicht. Stress, suikerziekte, daarvoor hebben we dat ding. We willen een bijdrage leveren om dat te minimaliseren, om de mensen te triggeren dat ze niet alleen 4 dagen moeten lopen, maar regelmatiger moeten lopen. Dat is de essentie, gezond en veilig bewegen.
Het is de taak van de ouderen en ook de jeugd om mee te werken aan het hoofddoel. En ieder wordt op de hoogte gesteld hoe te ondersteunen. Ik moet zeggen dat ik zelf op een gegeven moment zo stond van, wat krijg ik nu? Op een gegeven moment weten ze ook meer dan je. En het ging verder heel makkelijk aan toe hoor. Daar niet van. Jullie je kleding. En je hoeft niet te vriezen dat je weer wil rommelen. Wat wil je doen, man? Tot laat in de avond waren sommige groepen nog bezig te vergaderen. Alles moet in kannen en kruiken voor de start aanstaande woensdag. Nou, onze groep is de Love Messengers meet the non-stop crew. Zo weten we doen het elk jaar weer strak. Vorig jaar waren we met de Fantasy Girls en dit jaar doen we het met de non-stop crew. We willen AVD meemaken omdat we ook de Love Messengers als groep willen promoten. Weet je? En dit jaar doen we het met de non-stop crew, net als hoe ik het al eerder heb gezegd. Maar niemand wil zijn of haar kostuum nog prijsgeven. Het is een koto. Het moet een verrassing blijven. De kleuren? Ook niet. Het moet ook een verrassing blijven. We trekken blikse kleuren aan. Zelfde kleuren. Het is een verrassing. Het is een sterke groep van het jaar. En ik zou zeggen van, kom jullie maar liever kijken wat de junioren van NAX doen van het jaar. Sowieso, onze slogan is Sosse Toppers, ja. En dat wil zeggen dat we natuurlijk gekleed gaan zijn als Surinaamse toppers. De 49e AVD begint op woensdag 3 april en duurt tot zaterdag 6 april. De BVSS is in samenwerking met verschillende partners al bezig met de 50e editie om die een ander tintje te geven. In het Caribisch gebied en andere delen van de wereld is dit evenement als uniek aangemerkt, wat voor de organisatie een motivatie is om de internationale promotie te bevorderen. De douanedienst start in mei dit jaar met wegcontroles. Ook deze dienst zal zichtbaar zijn bij acties van de politie en de militairen. Deze controles werden tot nu toe zonder de douane uitgevoerd, merkt Romeo Chenaloy van de Douanebond op. Tijdens de wegcontroles moet er rekening gehouden worden met een aantal zaken, waaronder de wapenuitrusting, waarvoor de ambtenaren speciaal getraind zullen worden. Een transportpark heb je nodig als je overwegcontrole wil doen. Er zijn een aantal zaken zoals de wapenuitrusting. Je weet, als je de wegcontrole doet, kom je alles van alles en nog wat tegen. En je moet daar ook jezelf voor beschermen. Je uitmonstering moet ook als zodanig agressief zijn, maar je behandeling moet vriendelijk zijn. Totdat het nodig is dat je optreedt. We staan er heel positief over. Bij wegcontroles zal de douane in een ander tenue gestoken zijn dan het normale kakiewit. Dat tenue moet nog bepaald worden. Wij gaan voor 100% overwinning bij de komende verkiezing. Dat zegt Paul Somoharjo, de voorzitter van de politieke partij Percaya Lohur. In aanwezigheid van ministers en andere politieke toppers heeft Somoharjo gisteren een nieuw kernbestuur en een jongerenraad geïnstalleerd in Mungo. Volgens de voorzitter heeft zijn partij capaciteit om tenminste een zetel te behalen in het district Marowijne. Ook hield de voorzitter de aanwezigen voor dat zijn partij open staat voor alle Surinamers die voor het nationaal belang opkomen.
Pachaya Luhur is niet weg te denken in de Surinaamse politiek en na 2015 komt de PLC er weer in het machtscentrum, zegt de politieke topper. Het is nog te vroeg om aan te geven met welke partij en of combinatie Percaya Luhur zal samenwerken bij de komende verkiezingen. Bij de viering van Pasen bepaalt de mens opnieuw waarden als verlichting, bevrijding, geloof, hoop en onvoorwaardelijke liefde. In Suriname, met zijn diversiteit op vele gebieden, is de boodschap van Pasen nodig, meldt de Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid, DOE, in een persbericht. Op en rond de paasdagen hebben Surinamers als natie de gelegenheid zich diepgaand te bezinnen in alle oprechtheid met liefde voor elkaar. De redactie vroeg aan DNA-leden Karel Breveld en André Misikaba wat Pasen betekent. Ja, nou, ik denk dat Pasen ons laat zien dat de dood, het negatieve, niet de overhand heeft. Dat de dood verslagen is door het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is de essentie van Pasen. En dat geeft hoop en dat laat ons zien dat wij niet gebukt hoeven te blijven gaan onder allerlei zaken die negatief zijn. Zaken die met zonde te maken hebben. Zaken die eigenlijk ons allerlei negatieve gevolgen berokkenen. Maar dat er hoop is wanneer wij gaan geloven in de opstanding van de Heer Jezus. Het is goed dat wij bij dit moment stilstaan. En ons afvragen als we onze relatie met onze schepper in orde is. De Bijbel zegt dat de mens zondig is en dat de Heer Jezus Christus geboet heeft voor onze zonde. Hetgeen dus betekent dat iedereen die de Heer Jezus accepteert als verlosser, verlost wordt van de zonde. Dus en nogmaals, dit soort momenten is het goed dat wij stil blijven zitten, bij onszelf te raden gaan. Hoe is mijn verhouding met mijn schepper? Dus laten we dan inderdaad de totale Surinaamse gemeenschap het allerbeste toewensen en dat ze het vooral met bezinning gaan doen. Op zulke dagen streven ook politieke opponenten naar naleving van eerder genoemde waarden. En de Haitiaan die enkele dagen geleden is overleden bij de behandeling door een Dressie Mang en zijn helpers, blijkt de 42-jarige Hosni Guerrier te zijn. Hij was ziek en werd door familieleden naar de Dressie Mang gebracht voor beterschap. De Dressie Mang liet Guerrier een brouwsel drinken, wat vermoedelijk geleid heeft tot zijn dood. Het restant van het brouwsel is voor onderzoek in beslag genomen en de Dressie Mang wordt verdacht van zware mishandeling met de dood tot gevolg. Ook is de 38-jarige Wendel L. vanochtend aangehouden nadat hij met bruut geweld een BlackBerry mobiele telefoon afhandig had gemaakt van een andere man die over de Watermolenstraat liep. Het toestel is inmiddels teruggevonden. Afgelopen vrijdag is door het BID-team op de Pengel luchthaven een echtpaar aangehouden met ruim 10 kilo cocaïne in pastavorm in haar bezit. De 31-jarige man en zijn 26-jarige echtgenote zijn samen met hun verboden pasta overgedragen aan de antinarcotica brigade die hen in verzekering heeft gesteld. Ik bedank u voor uw aandacht. Fijne avond.